Het rommelt al maanden in de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Dit jaar zijn er al 2 griffiers opgestapt. Eén vanwege gezondheidsproblemen door de spanningen en de andere vanwege een gebrek aan vertrouwen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is de vraag wat de inwoners van de gemeente er eigenlijk van weten. Ik weet niet wat er gaande is. Er gaat iets gebeuren met een gezondheidscentrum. En dat is alles wat ik weet. Er is een wethouder verdwenen. Ja. Dat is ook een beetje met de mantel der liefde, als ik het zo mag noemen, bedekt. En meer weet ik niet. Nou, ik zou wel heel graag wat heldere uitspraken willen horen van de mensen die dan het beleid zouden willen gaan voeren. Want dat valt me dus wel op. Maar oké, dat snap ik ook wel. Kijk, we krijgen nog wel eens wat foldertjes met de ideeën van de diverse politieke partijen in de bus. Maar er wordt natuurlijk met geen woord gerept over dingen die dan niet zo goed lopen. Er wordt alleen maar gepraat over wat zij belangrijk vinden en waar wij dan al of niet voor kunnen kiezen.